In het dagelijks leven ben ik statenlid en GZ-psycholoog. Omdat GZ-psychologen heel goed zijn in luisteren, ze weten heel goed of ze zijn altijd gedreven vanuit een soort principe dat ze willen weten wat mensen bezighoudt, maar dat ze ook echt samen de situatie willen verbeteren. Ja, ik weet niet of het echt een blunder was, maar in een jong en activistische verleden heb ik ooit een keer 2 of 3 uur lang op de koude grond van de Grote Markt gezeten in een konijnenpak bij een actie tegen dierproeven. En ik dacht destijds dat wij ons enorm inzetten, maar volgens mij werd ik vooral meewarig aangekeken.